Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe rollercoaster Tycoon 3 aflevering. Ik ben een Melvin, nou ik ben altijd Melvin en ik heb weer een nieuwe aflevering voor je. Misschien denk jij wel van Melvin, waarom heeft het nou 11 dagen mogen duren tot de nieuwe aflevering? Nou, dat komt omdat ik ook andere series heb lopen en die waren net wat te belangrijker. En die moest ik dus ook uploaden en opnemen en renderen en daarom duurde het wat langer voor deze aflevering. Ja, dat was mijn intro, mensen. We gaan weer verder waar wij gebleven waren. Oh ja, even serieus. Ik wou nog gaan zingen, maar het muziek is al lang weg. Oh mijn god, ik vind het best wel leuk om zo'n intro te doen. Ik hoop dat jullie er ook van mij hebben mogen genoten. Ik hoop niet dat een heleboel mensen nu zo zitten met de vingers in de oren. Dat kan ik trouwens niet doen, want ik heb een fucking headset op. Of eigenlijk is geen headset, het is een koptelefoon om even heel Pieter Precies of zoiets. Nee, Pietje precies te zijn. Maar dat maakt voor de rest niks uit. Nee mensen, we zijn weer terug. Jullie hebben de reden al een beetje kunnen horen in de intro. En er waren opeens zoveel nieuwe games uit, waardoor ik gewoon geen tijd had voor Rollercoaster Tycoon 3. En ja, nu ga ik weer gewoon proberen om deze ook wat vaker online te krijgen. Vorige aflevering hebben we meer dan 100 duimpjes omhoog kunnen krijgen. Dat is super vet om te zien op deze aflevering. Ik ben benieuwd of dat deze aflevering weer gaat gebeuren. Maar ik ben met alle duimpjes omhoog die ik krijg heel erg blij. En alle reacties vind ik ook super leuk om te krijgen. En ik krijg er gewoon echt superveel en dat vind ik super aardig en super vet om te zien. Maar mensen, ja, de vorige aflevering hebben wij voor mij die 8 kamelen vrijgelaten. Ja, kijk eens aan die 8 kamelen en hebben we beoordeling van het park, dat hadden we daarvoor al gehaald. En nu moeten wij gaan proberen om 10 observatiegalerijen te gaan krijgen. En als ik het goed heb, had ik daar ook al een klein plannetje voor bedacht. Want ik moet, als je gaat naar de tycoon, dat is het laatste dat je moet halen voor de mensen die geen verstand hebben voor Rollercoaster Tycoon 3. Dit is trouwens een carrière mode. Dan moet ik 11 neushoorns gaan vrijlaten en een beoordeling van het park moet ik 900 gaan. Nou, dat is niet zo moeilijk. En 2 achtbanen met een minimale spanning van 6,5. Maar wat ik hier nou wil mee zeggen, ja, voor mij zei ik het wel correct, ik weet niet. Ik moet dus die neushoorns gaan proberen te krijgen. Ik heb daar al eigenlijk een verblijf waar nijlpaarden rondlopen. Als het goed is, kan ik deze gewoon verkopen of vrij... Nee, ik ga ze denk ik gewoon verkopen. En dan gaan wij gewoon in dit verblijf, gaan we gewoon die wat had ik ook alweer? Neushoorns, ja. Kijk, die moeten we hebben. Dus ik kan gewoon deze dieren verkopen. En dan zet ik er gewoon neushoorns neer. En ik had de vorige aflevering ook een plannetje. Volgens mij kan ik me nog lichtelijk herinneren. Is dat ik die observatiegalerijen ga kopen. Dat ik gewoon random observatiegalerijen hier ga neerzetten. En dat ik die gewoon daarna ga verkopen. Dan heb ik 11 van die, of 10 van die observatiegalerijen die niet gebruikt worden. En ja, het is niet heel voordelig om dat te doen. Maar hey, kom op, ik wil gewoon motherfucking tycoon worden, weet je. En sowieso ondernemen, dat gaat deze aflevering lukken, dat geloof mij maar. Maar ik dacht eraan om dat gewoon op die manier te gaan doen. Het is misschien een beetje cheaterig, maar het werkt wel, geloof ik. Althans, daar ga ik vanuit. Zo gewoon even één testje doen. Als wij deze hier neerzetten, staat er dan bij dat wij 3 observaties... Ja, kijk! Het staat erbij, dus als wij gewoon echt een hele rij van zulke dingen neerzetten. Hoeveel hebben we er nu? Nu hebben we er 4. 5, 6, 7, 8, 9. En dit is de laatste die we moeten neerzetten. Het ziet er niet uit, die dingen naast elkaar. Maar mensen, hé, ik wil gewoon even snel ondernemer worden. En we gaan nu de laatste neerzetten om ondernemer te worden. En dan moeten we gaan proberen om tycoon te behalen. Maar eerst ga ik de laatste neerzetten. En krijgen we zo'n heel leuk toeterdeuntje of hoe je het ook maar wil noemen. En dan zijn we ondernemer. Oké, dat gaat super vet worden. Gefeliciteerd, je hebt laten zien dat je de kwaliteiten van een ondernemer hebt. Maar haal je het tycoon level ook? Super spannend, super chill. Nu kan ik al deze dingen weer gaan verkopen. De rentepercentages zijn serieus gedaald. Oh, dat is heel chill, want dan kan ik dus een lening nemen voor hetzelfde bedrag, maar dan is het goedkoper. En als het goed is, kan ik nu gewoon al deze kijkplatformen weer verkopen. Hier hebben we helemaal geen flikken meer aan. Nou, kijk eens aan. Hebben we, wat voor verlies hebben we gemaakt? Hoeveel had ik er staan? Ik had er voor mij niet heel veel staan. 8 van die dingen had ik staan. Nou, 8 keer 60. Dat is mijn verlies wat ik heb geleden aan deze cheat. Ja, cheat laat ik het zo maar noemen. Dat is best wel cheaterig wat ik nu heb gedaan. Maar mensen, we zijn eindelijk
eindelijk motherfucking ondernemer. En nu moeten we alleen nog maar gaan zorgen om tycoon te worden. En dan kunnen we daarna beginnen aan de volgende carrière-modus. Dit was serieus in het begin een hele moeilijke carrière-modus. Omdat hier gewoon een heleboel kennis van Rollercoaster Tycoon 3 bij te pas komt. Zo moet je bijvoorbeeld weten wat de perfecte verhouding is tussen neushoorns en zo. En beoordeling van het park. Ja, dat is gewoon iets wat vanzelf gaat. En die minimale spanning, daar heb ik ook een heleboel mee gekloot. Ik heb 3 achtbanen in mijn park gehad, waarvan er 2 gewoon niet werkte. En eindelijk had ik deze gevonden. Na jullie hulp had ik ben ik erachter gekomen wat nou de spanning is van de cijfers. Heel erg bedankt daarvoor, want dat was super chill. Maar ja, ik vind het wel mooi. We hebben bijna 5000 euro, wat echt super episch is. Holy shit, dat is wel heel veel. Ik had minder verwacht, eerlijk gezegd. Dus dat is heel mooi meegenomen. Maar nu kunnen wij dus, ja, sowieso moet ik een 8 mag krijgen met een minimale spanning van 6,5. En om dat te bereiken heb ik ja, misschien wel genoeg geld, maar dan krijg ik weer zo'n standaard simpele kutachtbaan zoals deze Cheesy Mice, wat echt een hele domme benaming is voor een achtbaan. Het is gewoon veel te letterlijk genomen. Je moet gewoon van die random namen nemen, bijvoorbeeld, hoe heb ik deze genoemd? De Super 300, dat is toch veel beter dan Cheesy Mice. Jongen, kaasmuizen, oké? Okay? Of kazige muizen, als je het echt even letterlijk gaat vertalen. Domme naam, oké. Okay. Waarom heb ik het daarover? God mag het weten. Of Joost mag het weten is het eigenlijk. Ik weet niet. Maar daar gaat voor de rest niet over. Ja. Wat ik even wou zeggen. Wow, ik was zo snel van mijn hoe noem je dat? Concentratie. Nee, dat heeft niks met concentratie te maken. Nee. Ik afgeleid. Ja, dat heeft wel met concentratie te maken, Melvin. Tjongejonge. Nee, maar even serieus. Ik had een reactie gekregen van iemand. Die zei van, Melvin, als je nou die bumbling bobs, deze bobsleebaan waar ik nu een soort van naar kijk, deze hier. Als je die nou verkoopt, krijg je extra geld en kan je op dezelfde plaats kan je ongeveer een achtbaan gaan pleuren. Ja, ik weet niet of dat een mooi wordt. Maar in ieder geval kan je van dat extra geld kan je dus een mooie achtbaan neerpleuren die een minimale spanning van 6,5 heeft. En dan, ja, dan heb je dat gewoon. En ik heb erover nagedacht. En ik heb er nog meer over nagedacht. En ik heb er nog een keer over nagedacht. En toen dacht ik van, dat moet ik niet doen. Weet je waarom niet? Nou, ten eerste omdat ik een achtbaan, als ik die zelf ga bouwen en ik moet echt aan zulke eisen voldoen met een minimale spanning van 6,5. Dat lukt mij niet, geloof mij, dat lukt mij echt niet. Maar en zie, als ik nou gewoon een kant-en-klare achtbaan uitkies, wat ik die aflevering hiervoor ook heb gedaan. Voor mij was hier eentje, die had ook een 6,5 voor, hoe heet het? Deze, ja, kijk, deze. Is 13.000 euro, is een behoorlijk bedrag. Maar als ik dat gewoon even goed spaar, dan kan ik die kopen. En dan hebben we deze achtbaan hebben we gewoon dan nog even in het park. Want ja, toen het park begon, stond deze er al. En dat vind ik wel een leuk, ja, stukje geschiedenis. Een stukje verleden. Wat ik dan in het park wil houden, weet je. En dan wil ik gewoon een nieuwe achtbaan erbij pleuren. Die gewoon goed te betalen is. Die niet te duur is. Die wel een spanning heeft van 6,5. En ja, dat lijkt me leuker dan die achtbaan te gaan verkopen. En dan een nieuwe achtbaan er neer te zetten. Want dat wordt gewoon wat lastig. Dus ik dacht eraan om ja, of deze aflevering de neushoorns gaan te plaatsen of die achtbaan te gaan krijgen. En omdat ik de vorige aflevering die achtbaan heb gekregen, zit ik gewoon even aan te denken om de neushoorns te gaan fixen. Ik heb de vorige aflevering ook dat kamelenverblijf hier weggehaald. En ik dacht, dat is de perfecte locatie voor neushoorns. Dus als wij hier gewoon even een verblijf gaan neerzetten, gewoon even een mooi groot verblijf. En als zullen we het zo eerst maar doen, kijk eens aan. Dat is vast wel 100 blokjes groot, ik weet niet, maar dat zal vast wel goed komen. En doen we daar even een neushoornverblijf. Die zetten we gewoon hier in de hoek neer. Daar. Kijk eens aan. Kunnen daar de neushoorn zometeen gaan leven. Ik zet gewoon eerst even 1 mannetje neushoorn en 1 vrouwtje neushoorn neer. Kijk eens. Deze zetten we dan neer. En deze zetten we dan neer. Gaan die gewoon daar rondlopen, rondleven. Krijgen ze voedsel van één verzorger. Kunnen daar lekker schijten. Zal ik nog even zorgen dat er misschien wat boompjes en plantjes komen. En zal ik ook nog even zorgen dat er observatiegalerijen komen voor de mensen die thuis geen neushoorns hebben. En die neushoorns willen gaan zien in een pretpark. Want ja, in een pretpark ga je vooral naar de dieren. Want eigenlijk heel onlogisch is. Ja, ik vind het, ja, als ik erover nadenk. Pretpark, dieren. Het klopt niet echt, maar ja, dat maakt niks uit. Het is maar een spel. Als we deze gewoon even nog zo'n klein aan deze kant zetten. Als er mensen er langs lopen en denken van, hé, ik wil nog een keer bij de neushoorns kijken. Kijk er nog een keer in. Dan lopen ze eerst hierin, lopen ze daarin, gaan ze er nog een keer in. Heb je 2 keer van die leuke dieren mogen bekijken. Nou, die dieren die lopen daar al. Deze die valt opeens al spontaan dood neer. Oh nee, hij leeft nog, gelukkig. Ik zal even kijken waar ze graag leven.
Ze hebben minimale benodigde ruimte van 100 tegels nodig. Een leefomgeving van de savannes en de uitwaarden in oostelijk en zuidelijk Afrika. Ik weet niet hoe oostelijk en zuidelijk Afrika eruit zien. Ik ben er namelijk nog nooit geweest. En ja, net niet dat ik echt even een foto ga opzoeken van... Hé, hoe ziet zuidelijk en Afrika eruit? Ah, zo ja. Nou, dan kan het wel even. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet opzoeken hoe zuidelijk Afrika eruit ziet. Ik lijk wel gek, man. Tjonge, jongen. Even misschien nog wat plantjes neerzetten. Is altijd wel leuk. In de hoek daarheen. De pleuren gewoon even plantjes neer. Daar een plantje. Hupsakee. Vinden ze leuk. Ik denk echt dat die neushoorns dat leuk vinden. Dan nog even cactus vind ik helemaal niks voor die beesten. Dat moeten we niet. Misschien even een grasplantje. Misschien nog even zo'n plantje neerzetten. Hier, kijk eens aan. Nog even een kerstpalmpje ernaast. Oh, nou, nee, dat wordt hem niet. Dan misschien nog even... ik weet helemaal niet wat voor bomen ze willen. Ik vind dit is wel mooi. Ik zou nog misschien even een klein stukje grasland gaan maken. Dat kan met die paint tool. Dat is deze. Ja, kijk eens aan. Dan pakken we deze. En dan die. En dan gewoon hier even een stukje groen. Nou, dat vinden ze wel leuk, denk ik. Je ziet, ze worden helemaal vrolijk. Ze gaan helemaal rondjes draaien. Jongen, helemaal vrolijk. Deze nog even open doen. Hupsakee. En jij gaat ook kopen. Hupsakee. Nou, we doen 2,50 als je neushoorns wil bekijken op een 2 meter hoogte. Want ja, je kan ze ook gewoon door de tralies zien. Maar ja, de helft van de mensen die hier in het pretpark komen, die zijn hartstikke dom en die betalen er 2,50 voor. Moet je kijken hier. Er gaan complete gezinnen in om neushoorns te bekijken. Wat is er nou zo leuk aan neushoorns? Ja, het is misschien een bedreigde diersoort. Maar ja, voor de rest vind ik het gewoon ook domme beesten. Laat ze maar lekker lopen. En ja, nu ik het over bedreigde diersoorten heb, vind ik het echt best wel erg als je hoort dat er gewoon dieren uitsterven door jagers, weet je. Dat is niet best als je erom nadenkt. En wat? Is er geen dierenverzorger? Waar is geen... Meen je nou dat hier geen dierenverzorger is? Is het nou al... Ik heb dit nog niet eens 2 dagen in mijn park staan. En die dierenverzorger denkt nu al van... Hey, fuck jou Melvin en je hele leven. Ik ga hier lekker uit het park hoor. En fuck jou, ik wil hier niet meer werken. Jongen, terecht dat zulke mensen weggaan. Jongen, dat willen ze toch ook gelijk ontslaan. Maar dan nemen ze zelf al ontslag. Het ding staat er net en hij is al weg. Of zij, maakt niet uit. Man, wife kan ook. Nee, maar... Even over dat bedreigde dier heel snel. Ja, ik weet ook niet wat ik erover wil zeggen. Maar ik had het wel over een dier dat met uitzet bedreigd worden. Nee, dat is ook dus helemaal niet goed dat het gebeurt. Hetzelfde met de Amazone en zo. De ontbossing daar, dat gaat schijnbaar heel snel. En over zoveel jaar schijnt het zelfs dat er helemaal geen Amazone meer is. Dan hebben we geen Amazone meer. Dan is het dag Amazone. En dan moeten we maar zien hoe we aan hout komen. En... Ja, eigenlijk is er gewoon genoeg plaatsen waar hout komen vandaan gehaald. Want een heleboel hout, dat wordt gewoon... dat zijn van die supersnel groeiende bomen. Dat is ergens van mij in de Scandinavië zo. Hebben ze een heleboel van die bossen die geplant worden door mensen. En dan ook weer worden gekapt. En ja, dat vind ik hartstikke best wat dat gebeurt. Maar de Amazone en zo, dat hoeft van mij niet gekapt te worden. Ik hoef ook geen speciaal Amazone harthout of zo. Want er is gewoon... ja, er gaan dieren aan dood. Planten gaan aan dood. Zelfs planten die nog nooit zijn ontdekt, die gaan gewoon... Tegen de vlakte. En ja, ik kan er niks aan doen, maar ik kan mijn mening erover geven. En ik vind het niet goed dat het gebeurt. Maar ja, wie ben ik? Wat heb ik daarover te zeggen, weet je? Dat is met heel veel. Je kan zoveel uitkramen als je wil eigenlijk. We zijn een vrij land in, tenslotte. Maar of het ook uitmaakt, ik weet niet. Ik geloof niet echt in zulke dingen van, ja, als ik dat zeg, dan komt het goed. En ik denk dat een heleboel er ook mee eens zijn. En ik weet ook niet waar ik nu naartoe wil met dit hele verhaal, maar... Ja, dat wou ik gewoon even zeggen. Het slaat echt nergens op, weet je, wat ik net vertelde. Maar mensen, ik zal nou even de suikerspinnen, als we nou een suikerspin aan een stok doen van 50 cent en een grote suikerspin aan een stok, doen we 1 euro. Nee, we doen een kleine suikerspin, doen we 70 cent en een grote suikerspin 1 euro, want dan ben je geneigd om een grote suikerspin te komen, omdat je denkt van, hey, dat is mijn 30 cent duurder, dan heb je wel een grote suikerspin, wat eigenlijk een grote oplichterij is. Dan doe je dat en dan doen we een zak suikerspin, doen we 80 cent en dan doen we 1,10 euro voor een grote zak suikerspin. Doen we hem open, kunnen mensen suikerspinnen kopen. En mensen, ik weet niet hoe lang de aflevering duurt, ik wil hem zo gaan beëindigen denk ik. Ik moet nog even wat van school doen namelijk en ik wou wat gaan zeggen, nu ben ik het alweer helemaal vergeten, holy shit man. Nou oké, mensen, even een blik vanaf boven van hoe mijn park eruit ziet. Het ziet er wel leuk uit. Ik ben niet behoorlijk creatief geweest, al zeg ik het zelf. Maar we hebben een stuk groen hier. We hebben daar wat nijlpaarden lopen, hier wat neushoorns. Wat attracties random neergezet. En een burgerkraam en een suikerspinkaan.
Hartstikke mooi, hartstikke best. Komt helemaal goed. Mensen, we zijn eindelijk ondernemer geworden deze aflevering. Jullie hebben 11 dagen mogen wachten op een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Sorry daarvoor, maar ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze aflevering. En heb je dat ook gedaan? Druk dan even snel een knopje abonneren dat hier beneden staat. Ben je altijd op de hoogte? En wauw. Ik sloeg gewoon een zin over in mijn auto. Ik ben zo slecht. Druk even knopje abonneren dat hier beneden staat. Ben je altijd op de hoogte van mijn video's? En ben je nog niet geabonneerd? Wat? Mijn hele auto gaat verkeerd. Wow, wow, wow. Komt dat warme weer. Nee, serieus mensen. Ik doe hem even opnieuw. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt van deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden. Kom ik zeggen. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Wil jij meer? Rollercoaster Tycoon 3 doen. Dat kan. Het enige wat je daarvoor moet doen is op knopje abonneren drukken. En dan krijg je gewoon automatisch in je subbox ding. Krijg je gewoon te staan van. Mail van een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 geplant. Je weet het wel. Dat is wat ik nog even wil zeggen in mijn outro. En voor nu heb ik ook nog maar één ding te zeggen deze aflevering. En dat is... doei mensen!